Ober. Ah, eindelijk. Whisky. 16 jaar zit ik hier al op u te wachten. 16 jaar. Excuseer, meneer. Santé. Gezondheid. Zij, wat doe jij nu? Ik drink op uw gezondheid. Ah, je bent een meedrinkende ober, dat is het. Mm. Heerlijk. Ik ben een beetje nerveus, want ik heb première. Première? In Arenberg, ja. U bent toneelspeler. Goh, toneel is het ook niet waar. Het is niet echt toneel, het is een soort cabaret. Cabaret? Oh ja, cabaret. Komische genre. Niet echt cabaret, het is humor. Komisch. Samen met iemand die zeer goed op u lijkt. Ja, is dat zo? Je zou bijna kunnen een dubbelganger zijn van Herzelen. Herzelen? Nooit van gehoord. U lijkt trouwens op een ober. Ik ben een heel goed oberacteur eigenlijk. Hoe lang staat u al op de planken? Zeg, ga je nu weer beginnen? Meneer. Wel, kijk, dat zijn er ook al planken. Ja, inderdaad. Dit zijn hele goede planken trouwens. Maar eigenlijk staan wij samen al toch al 40 jaar op de planken. 40 jaar op de planken. Heerlijk. Ober? Ja? Ja, meneer. Ik zou graag een interviewtje doen. Kan ik een paar vragen krijgen? Komt eraan, meneer. Dank u. Wat wou jij worden toen je klein was? Ik wou groot worden. Maar dat is mislukt. Ik ben maar 1,76 meter geworden. Wat is het hoogtepunt uit de carrière van Kamagurka? Wel, die komt er nu meteen aan, namelijk... The Return of the Comeback. De comeback samen met Herzelen. Wat vind je eigenlijk het grappigste aan Herzelen? Het grappigste aan Herzelen is de top van zijn neus. Dus dit gedeelte. Wat is jouw favoriete standje? Mijn favoriete standje is gewoon op mijn rug liggend. Ja. Terwijl hij er bovenop zit, weet je wel? Oh my god, ik mag er niet aan denken. Hoe ziet de hemel of de hel er volgens jou uit? De hemel is dit hier nu voor mij. En de hel is in de file zitten. Moeten pissen, te laat komen, stressen omdat je te laat bent. Ik zat dus in de file en ik moest enorm plassen. En ik had wel laarzen mee om te gaan wandelen in het bos. Oh nee, vertel het. En toen heb ik in die laarzen geplast. In de twee laarzen? In één van die laarzen. Toen ik aankwam bij dat bos, dan heb ik mijn laarzen nagedaan. En zat ik met mijn voet in die... In die natte laars, in de zeik. U eigen in de zeik gezet, eigenlijk. Ja. Heb je dan die laars niet gewoon uitgegoten? Dat was ik vergeten, hè. Echt waar? Sorry, maar ik moet er wel vandoor, hè. Ik moet naar de voorstelling. Veel succes met de voorstelling, meneer. Dank u wel. Jij ook, trouwens. Dank u. Ik hoor niet vandoor, hè. U moet wel nog de rekening betalen, meneer. Rekening? Maar nee, ik ben de ober. Jij moet de rekening betalen. Ik de rekening betalen? Tuurlijk, kijk. Ik ben de ober. Nee, ik ben de ober. Kijk. Oei, wat gaan we dat nu doen? Ober. 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 De rekening, alsjeblieft. Zoiets, hè. Ja, toch? Is toch goed, hè?